Welke BN'er zou jij een keertje kontje blauw willen geven? Mark Rutte een keer, denk ik. Mark Rutte, goeie. Gewoon een keer volle bak. Op zijn kuiten schieten of op zijn reet? Ik denk wel, ik denk gewoon even lekker op zijn reetje. Op Binnenhof? Ja, dat zou wel leuk zijn, ja. Kijk. Ik hoop dat ik hier uitgenodigd word. Wat is het grootste voorwerp wat je ooit hebt gesloopt met voetbal? Vroeger, als ik op straat voetbalde, hadden we een buurman die ik niet echt graag mocht. En die mocht mij ook niet zo graag. Toen had hij, weet ik wel, had hij zo'n tuintje met zo'n klein ding bovenop zijn huisje, zeg maar. Ja. Die heb ik er wel een keer afgeschoten. Zo'n windmeter precies. Of zo? Die heb ik er afgeschoten, ja. Express? Ja, express, ja. En, is hij daar ooit achter gekomen? Ja, hij werd wel boos, ja. Dus ik heb vroeger ook wel een paar keer politie aan de deur gehad. Maar ja, goed, dat hoort erbij als je een beetje klein en ondeugend bent. Frenkie de Jong is onlangs voor 75 miljoen euro weggegaan. Wat is de hoogste transfersom die ooit voor jou betaald gaat worden? Ik hou het op 2, 3 miljoen euro. 2, 3 miljoen euro. Ja. Dus dat is een keer hoeveel voor Frenkie? Kun je goed hoog rekenen? Ja, ik ben niet echt een rekenmond, moet ik eerlijk zeggen. Dus, iets meer, iets minder. Iets minder. Oh, sorry. Ja. Ik echt niet echt spek. Hallo zeg. Oh, dit is slecht. Je houdt het spannend. Je wil die schoenen niet geven, hè? Kom op. Die eerste man, die had er al liggen moeten. Ja, die had er zeker liggen moeten. Oké, mijn laatste. Voor de show. Gaan we. Oh! Voor welke club zou jij nooit willen spelen? Ja, dit vind ik een hele lastige, want ik heb ook vorig jaar liep ik hier wel door de catacomben en dan zei ik van ja, ik speel nooit voor Fortuna Sittard. En een half jaar later speelde ik hier. Dus dat zijn wel lastige dingen. Ik vind AC Milan of zo niet zo'n hele mooie club eigenlijk. Nee, ik heb nu een grote mond, maar misschien neem ik dan mijn telefoon wel af. Als je wel zegt, ja tuurlijk. Ja tuurlijk. Geintje, ik meen dit niet. Wie is je vervelendste tegenstander ooit? Danny Post van VVV vind ik echt een hele vervelende gast om tegen te spelen. Ja? Als je bij het toilet zat te pissen in de rust, dan staat hij nog achter je. Dus dat vind ik wel vervelende spelers om tegen te spelen. Hoe zou jij je carrière willen eindigen? Op wat voor manier? Ik denk heel veel spelers gaan tegenwoordig naar Qatar of zo toe. Dat lijkt me ook wel mooi. Nog even een hoop geld meepakken ergens. Niet onbelangrijk, denk ik. Nee. Dus zoiets. Amerika lijkt me eigenlijk ook wel mooi. Echt een avontuur aan te gaan. Ik zat meer te denken aan à la Zidane of... Oh ja, op zo'n manier. Ik hoop niet op zo'n manier als Zidane. Ik hoop wel gewoon echt met een afstandsknal of zo dat je hem even in het kruis schiet en dat je dan gewisseld wordt, publiekswisseltje en naar binnen en nooit meer terugkomen. In de zandbak wel? Ja, zoiets. Lekker, ja? Voor een leeg stadion. Niemand die er zit. Iedereen, yes, wereldkom maken. Kom op jongens. Niemand die er zit. Ja. Publiekswissel. Maakt niet uit, joh. Met welke bekende spelersvrouw zou jij een keer een schuit willen eten? Ik vind die van Ronaldo wel heel mooi, moet ik zeggen. Cristiano. Mm-hmm. Ik weet haar naam niet, maar dat vind ik wel een hele mooie. Ja? Ja, in Nederland is natuurlijk Jolante een mooie vrouw, denk ik. Blijft een mooie vrouw. Uiteindelijk moet ik dit wel zeggen dat mijn vriendin natuurlijk de mooiste vrouw van de wereld is. Uiteraard. Staat erop. Goed. Uitdaging 2. Gooi de bal. Je weet hem. Yes. Gooien. En de bal erin krijgen. Niet te ver, niet te dichtbij. Hij is leep hoor. Oh, loopt af hier. Poging 2. Je bent niet tevreden. Hij moet iets meer rechtdoor. Oh. Welke speler heeft de mooiste viering na een goal? Ja, ik vind de Ronaldo-viering wel mooi. Ja, het is altijd jammer dat hij het wel echt in zijn eentje altijd doet en niet met het hele team. Ik vind altijd als je dan met z'n tweeën op een keeper afloopt en iemand legt een breedte, je hoeft hem alleen in te pissen en jij gaat zo'n viering doen, vind ik niet altijd helemaal toepasselijk. Nee. Dus ik vind de viering zelf wel mooi. Wat is het raarste verzoek wat je ooit via social media hebt gehad? Of ik een shirtje kon geven voor iemand in zijn kist. Dat vond ik wel heel heftig eigenlijk. Zo. Iemand, een fan van mij, ik snap niet dat die er zijn, maar die zijn er wel blijkbaar. Maar die moest ik, of tenminste die vroeg aan mij van ja, mijn opa is overleden. Die was ook een groot fan van jou bij Utrecht. Dus die wou graag een shirtje van jou in de kist.
Mooi. Om mee in zijn graf te nemen. Dus dat vond ik wel iets heel bizar, zeg maar. Dat je dat ook voor iemand kan betekenen. Dat is wel heel bijzonder. Schitterend. Eigenlijk wel. Hartstikke leuk. Ja. Welke teamgenoot stuur jij het vaakst het bos in? Poeh, ik heb Jorrit Smeets laatst nog heel vies het bos ingestuurd. Met een hele goede kap, dat hij even zo omdraaide, dat ik zijn rugnummer kon zien. Dat vind ik altijd wel heerlijk. Dus die heb ik wel gepakt. Vorige week nog een test spelen. Die wist die beweging nog niet, dus die deed ik hem nog even een keertje. En dan hoor je iedereen een beetje lachen. Die is niet geworden dus ook dus? Weet ik niet, ik heb hem niet meer teruggezien, dus, dus dat weet ik niet. Dus je koffers meteen gaan pakken? Ja, zijn koffers gelijk gaan pakken. Oké, laatste uitdaging. Je hebt al van tevoren verteld aan mij dat je weet hoe die gaat. Rugnummers 1 tot en met 11 opnoemen. Maar dat gaan we niet doen. Ik ga het je moeilijker maken. Ga maar hoog houden. Maar mag niet vallen. Ik ga willekeurige nummer noemen. En jij moet je teamgenoot noemen die dat rugnummer bezit. Nummer 27. Godverdomme. 27. 1 tot en met 11 was je helemaal voorbereid. Ja, 27. Die hoge nummers die zijn echt lastig. Ja. Gooi eens een andere alsjeblieft. Nummer 5. Nummer 5, Brian is staf niet neig. Ja, heel goed. Nummer 13. Hospitalieri. Netjes. Nummer 17. Alessandro Cirani. Netjes. 34. Oh, José Rodríguez. Nou, dat weet hij gewoon. Ex-Real. Nummertje 20. 20 is... Amadou Cis. Ja! 25. 25. Lars Hütte. Moet ik even spieken? Ja, dat klopt. Dan nummertje 97. Lamproe. Ja, Lamproe. En dan gewoon de laatste. Even kijken of ik hem moeilijk heb voor je. Nummer 32. Die is moeilijk, ja. Die is moeilijk, hè? Is dat Ruben Ramirez of niet? Nee. Nee, ik weet het niet. Mels. Ja, die is al weg. Ja, hij heeft nog wel het rugnummer. Wil je mijn mooie schoenen winnen? Voorspel dan hoeveel corners ik de aankomende wedstrijd ga nemen.